Mensen worden geboren, mensen sterven. Daartussen leven ze. Waar gaan ze heen? Wat drijft hen? Waardoor laten ze zich inspireren? Waar zijn ze thuis? Wilde Bruyne praat daarover met haar gast. Welkom, Gerard Ekelenkamp, kunstkenner, boekenschrijver. En deze maand pas weer een nieuw boek, hier aan tafel, in Wat bezielt je? Wat bezielt je om weer zo'n boek te gaan schrijven, Gerard? Want dit is niet je eerste boek. Ja, mag ik beginnen met te zeggen dat ik het heel fijn vind om hier te zijn? Ja, ja. Wij vinden ook fijn dat jij hier bent. En waarom vervolgens dat boek? Je weet... Misschien, je weet het wel zeker, denk ik, dat ik af en toe een boekje schrijf. Klopt. En dat komt omdat dat een enorme behoefte is voor mij. Een soort ademen. Ik schrijf elke dag een stukje en het meeste verdwijnt in de prullenmand. En af en toe denk ik, dat is aardig en dat ga ik delen met andere mensen. En waarom doe ik dat? A, omdat ik schrijven fijn vind. B, omdat ik vaak reacties krijg die mij brengen tot voortschrijdend inzicht. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. En C, eigenlijk is altijd de opbrengst voor een goed doel, althans een nette opbrengst. Dus dat is drie keer leuk. Ja, en ik vind, dit vind ik wel een hele intrigerende titel. Van de maand is dit boek uitgekomen. Zetelroof in de gemeenteraad van Hellendoorn. Nou heb ik jaren een politiek programma gepresenteerd en me voorgenomen om nooit meer daarover op de buis te hebben. Maar nu doe ik het toch stiekem even met jou. Is dat goed? Ja, ja, ga je gang. Graag. Wat heeft je bewogen om het daarover te hebben, over die politiek? Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen in Nederland zich druk zou moeten maken over onze democratie. En waarom vind ik dat? Omdat zo langzamerhand, het is natuurlijk een parel die we samen hebben en die we moeten beschermen. En ik zie dus dat er van alle kanten die democratie een beetje onder druk staat. En dat komt ook omdat wij mensen zelf als burgers er een beetje slordig mee omgaan, soms ongeïnteresseerd zijn. En als er dan iets gebeurt waarvan ik vind dat dat niet in orde is, in strijd met onze beginselen van democratie, dan kom ik in actie. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. En ik verwacht dan ook, als je iets schrijft, ja, dan steek je je kop even boven het maaiveld uit. En dan krijg je positieve en negatieve reacties. Maar ik zeg altijd, en zeker bij dit boek is geschreven vanuit een enorm sympathie voor onze democratie. Ja, en ook voor de plaatselijke democratie. Precies, en ik heb dit boek geschreven vanuit de visie van een burger. Ja. Niet vanuit de visie vanuit de raad, want die denken daar anders over. Ja. Ik probeer in dit boek uit te leggen hoe het in elkaar zit met de afgelopen 9 maanden in de lokale politiek. Een soort analyse is dat, een gang van zaken. En hier en daar geef ik ook een tip hoe het misschien beter kan. Ja. Dus ik wil niet alleen iemand van de zijlijn zijn die zegt, nou, het deugt allemaal niet, ik ga nog een stapje verder. Ja, ik trek het wat breder, Gerard. Want dat onbehagen hier in de politiek, dat is niet iets van alleen Nijverdal-Hellendoorn. Dat zien we in de breedte van de politiek in ons land, maar ook elders. Waar komt toch dat onbehagen vandaan, terwijl het de mensen zo goed gaat? Of gaat het de mensen misschien niet goed? Ik denk dat dat inderdaad een beetje tegenstrijdig is. We zouden dus allemaal heel blij moeten zijn met onze betrekkelijke rijkdom, hoewel dat niet overal zo is. Maar je ziet dus, en dan maak ik een overstapje naar Amerika, je ziet daar dat de samenleving daar volstrekt tegenover elkaar staat waar het gaat om de democratie. En die hebben we dus gezien, tot mijn groot verdriet zelfs, dat daar het kapitool bestormd werd en dat werkelijk
de democratie aan het omvallen was. Ja. Door mensen die grote macht hebben en grote invloed hebben. Ja, maar waar ik naartoe wil is van... dat doet dus de overheid, maar in het algemeen is er helemaal in de maatschappij zoveel gemopper, zoveel tegenstellingen over jij vindt dit en ik vind dat, wat heel fel tegenover elkaar staat. Waar komt dat vandaan, denk jij? Ik heb daar natuurlijk niet een passende verklaring voor. Nee, maar jij denkt over van alles na. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met het feit dat wij leven in Nederland in een paradijs, terwijl we dat niet beseffen. Nee. En er is een enorme vrijheid van meningsuiting. Ja. En er is een onderstroom in de samenleving die elkaar steunt in de gedachte dat ze het allemaal zelf moeten regelen. En dan heb ik het niet over de autonomen, die vinden dat ze helemaal niks met de overheid te maken hebben. Maar we hebben ook bijvoorbeeld 200.000 mensen die vinden dat je de regering omver mag werpen en dat je het parlement mag bestormen, in Nederland nota bene. Ja, ja. Terwijl alle voorzieningen, de ziekenhuizen, de vuilnis wordt opgehaald. Het is hier een paradijs, zeg ik altijd. En toch, en dat moeten we en toch koesteren. Zijn we ontevreden. En toch zijn we ontevreden. Is terwijl dat verbinding? Nou, we staan op nummer 5 in de wereld van gelukkigste mensen in Nederland. Ja. En dan heb ik het nog niet over Herndoorn, maar die staan op de eerste plaats. Die zijn helemaal gelukkig. En toch kleeft aan ons dat we niet erg tevreden zijn. En ik vind dat ontzettend jammer. En ik vind eigenlijk dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om positieve insteek te nemen. En we moeten allemaal zorgen dat het een beetje beter wordt in de wereld. Te beginnen in Nijverdal. En bij jezelf. En bij jezelf. En jij doet daaraan mee door een boek te schrijven. Ja. Dat is een van je manieren om die wereld een beetje mooier te maken. Gerard, even over jezelf. Wat voor gezin kom je uit? Wat ben je? Je bent een Nijverdaller? Ik ben een autochtone Nijverdaller. Geboren, getogen dus hier. Overigens jong weggegaan, maar daar kom ik straks misschien nog wel even op terug. Ik ben geboren in een gezin waarvan je zou kunnen zeggen dat het echt een klassiek katholiek gezin is, met heel veel kinderen, 11 stuks. Doe maar. Uiteindelijk, vader en moeder, dus met z'n 13e. En we hebben nogal wat bewegingen meegemaakt in de verhuizingen, maar we zijn uiteindelijk als groter gezin terechtgekomen in de Zonneboomstraat in Nijverdal. Ja. Dat was de revolutiebouw na de oorlog. Die huizen kosten bijna niks. Zeer eenvoudig, maar we zagen dat als een soort kasteel. Ja. En je moet je voorstellen. Dan kon je met 11 kinderen gewoon in. Ja, we sliepen met 9 jongens op 1 kamer. Ja, ja. En hoe heeft je dat gevormd? Wat ben je daar een bepaald soort jongen van geworden? Ja, denk je? Ik denk dat je weet natuurlijk nooit zeker wat je jeugd met je gedaan heeft. Maar het feit dat wij moesten inschikken in zo'n 1 kamertje. En het was nog niet eens groot, hè, met z'n 3 in een bed en nog een keer 3. En er bovenop 3, dus met z'n 9e. Ja. Dat was een vertoning die je niet in de gaten had. Iedereen voegde zich, letterlijk en figuurlijk. We hadden plezier. We hadden ook wat zorg af en toe, want het was niet eenvoudig voor mijn vader en moeder om dat gezin draaiend te houden financieel. Ja. Mijn vader was schoenmaker, maar nam er op een gegeven moment noodzakelijkerwijs een baantje bij de KSW om rond te komen financieel. Dus dat was allemaal niet. En dat zag je ook allemaal wel natuurlijk. En dat betekent dus ook dat al die jongens en die 2 meisjes vroeg verantwoordelijkheid namen en droegen in dat gezin. Dus iedereen had een taak. Ja. Ja. En dat vormt je wel. Het nadeel is misschien dat je zegt, het heeft een stuk van je jeugd weggenomen. Ik heb zelf niet het gevoel gehad dat ik een puberteit heb gehad. Ik heb er verder ook geen last van gehad. Nee. Sterker nog, je maakt een jeugd mee die een bodem legt voor je latere leven. Want ik dacht, nou, dat is helemaal niet verkeerd geweest. En ik zie dat ook met mijn broers en bij mijn zusters. Ik heb 2 zusjes, die zijn helaas overleden. Maar bij mijn broers ook, dat is van een soort waarvan ik denk, nou, dat komt wel goed. Want wat zijn dan de ingrediënten waarvan je zegt, in mijn leven heb ik daar veel aan gehad, aan die opvoeding? Nou, bijvoorbeeld soberheid. Hè. Ik zal 1 voorbeeld noemen. Je ging op school meer met een schoolreisje, maar dat moesten de ouders betalen. En dat konden wij niet, dus we gingen niet op schoolreisje. Nee, nee. En dat is misschien op dat moment even vervelend, maar later denk je, nou, dat heb ik toch wel. Ik heb toch leren incasseren. Ja. En als je dan zelf in je leven betere dingen overkomen, dan ben je daar ontzettend dankbaar voor. Ja.
Want het is jou best goed gegaan in het leven. Ik mag niet mopperen. Nee. En ik zeg ook altijd, het is mij overkomen. Dat draag je misschien zelf een beetje aan bij. Maar er zijn een heleboel dingen waar je niets aan kunt doen. Dat wordt je in de schoot geworpen. Bijvoorbeeld een partner. Ja. Die kies je. En dan denk je, dat is mijn echtgenoot voor het hele leven. De vrouw van mijn kinderen, enzovoort, enzovoort. En dan zie je toch dat het heel vaak fout gaat. En bij mij is het allemaal goed gegaan. En ik heb ook in mijn arbeidszame leven heb ik ook gewoon veel geluk gehad. Mooie dingen overkomen. Dus al met al ben ik wel een tevreden mens. En ik noem mezelf af en toe een zondagskind. Ondanks het feit, ik ben ook wel eens ziek geweest en ernstig ziek. Heb ik allemaal overleefd. Dus ja, elke dag is een cadeautje. Ook nu nog, want je bent inmiddels, mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben net 80 geworden in Parijs. In Parijs 80 geworden dit jaar. Ja. Nou, mijn complimenten. Je oogt fris en fruitig, zou ik haast zeggen. Hoe is het om ouder te worden? Ja, dat vind ik geweldig. Ja, echt? Ja, dat is. Geen last van pijntjes en zeer. Oh ja, maar dat is een kwestie van incasseren. Op een gegeven moment, als je wat hebt. Dat komt weer uit de jeugd. We hebben allemaal wat ongemakken. Ja. En dan zeg je, dat heb ik erbij gekregen. En dan moet je verder met je leven. En dat betekent dus dat je moet incalculeren. Ik moet bijvoorbeeld 6 of 7 keer per dag katheteriseren, omdat mijn blaas het niet meer doet. Ja. En dan zeg ik, nou, dat heeft een plaats gekregen. En dan ga je vrolijk verder. En dat is de enige oplossing eigenlijk bij ongemakken. Ja. Dus ja. Zo ga je door het leven. Gerard, ik wil even ook naar een ander facet van jou. Ja. Jij bent een echte kunstkenner. Je hebt zelfs liefhebber. Liefhebber? Ja, ik ben geen. Je noemt jezelf geen kenner? Nee, ik heb er wel een beetje verstand van. Ik heb mijn hele leven lang iets met kunst gedaan. Maar noem mij alsjeblieft een liefhebber en geen kunstkenner. Want dan heb je een academische opleiding. Dan ben je, dan ben je kunsthistoricus. Die heb ik overigens wel in mijn relatiekring. Dus als ik iets niet weet, dan weet ik altijd iemand te vinden. Ja. Want er komen wel eens mensen bij me met een oud schilderij van een paar honderd jaar. En dan zeggen ze, taxeer dat eens. En dat doe ik wel, maar met name met moderne kunst. Maar dan heb ik op de achterhand mensen die vrienden van mij zijn. En die stuur ik alleen maar een fotootje. En dan krijg ik onmiddellijk al een goed antwoord. En dan kan ik mensen ook voorthelpen. Je hebt ook een galerie gehad. Ja. En nou ben ik benieuwd, hoe komt zo'n eenvoudige jongen uit de zoon van een schoenmaker, uit een groot gezin, hoe komt hij nou in die grote wereld van de kunst terecht? Ja, nou, het is niet de grote wereld. Voor mij is het een kleine wereld, want ik behoor niet tot de grote jongens. Want beschouw mij als iemand die gaandeweg liefde heeft ontwikkeld voor de kunst. Dat heeft zich ontwikkeld tot een passie. En je mag het rustig nog een stapje verder nemen tot een aandoening. Ja, maar dan ja, is een, zo een erg. Leuke aandoening. Ja, ja. Maar ik was een jaar of 4, 5, ik weet het niet meer precies. En we hadden achter het huis in de Zonnebloemstraat een schuurtje. En ik organiseerde zo 1 keer in de 6 weken, en ik heb dat 1 keer of 5 gedaan, een tentoonstelling. Aha. En daar stond prularia, die verzamelde ik. En met name plaatjes uit dagbladen en weekbladen. En ik vroeg dan een cent entree. En zo is mijn gevoel voor commercie een beetje ontwikkeld. Dat zat er ook al vroeg in, ja. En dat is gebleven en toen zijn we getrouwd. En toen was ik een jaar of 21, 22, we waren net getrouwd en ik stond in het slot Zeist. Er was een schitterende expositie met 1 hoofdthema, dat was een schilderij. Daar stond een boom op in 20 kleuren, maar voornamelijk groen. Ik zag dat schilderij en ik stond er en ik bleef erbij staan. Misschien wel een kwartier, werd ik op mijn schouder getikt. En dat bleek de kunstenaar te zijn. En die zei tegen mij, vind je het mooi? Ik zei, ik vind het zo ontzettend mooi. Dus daarom sta ik hier. Toen zei, zou je het willen hebben? Ik zei, ja, heel graag, maar ik kan dat niet betalen. Het was iets van 2000 gulden. In die tijd, een vermogen. Hij zegt, dat gaan we oplossen. Hij zegt, die expositie duurt een maand. En na die maand ga ik dat schilderij bij jou thuis brengen. En dan heb jij een voorstel voor mij hoe je dat wil betalen. Zo. Dat is een aardige manier. Heb ik dus betaald in 2 jaar. Is dat ook jouw methode geworden? Met ja, kunst een beetje? Ja, ik heb een missie. Want ik ben nooit heel commercieel geworden. Hè. Ik had op een gegeven moment tussen de 800 en 1200 schilderijen. Dat was op een gegeven moment het resultaat van verzamelen en bijkopen. En als je een galerie hebt, moet je meegaan met de tijd en dan moet je ook extra inkopen. Mijn missie is altijd geweest, als mensen iets mooi vinden, dan is het mijn taak om ze mee te nemen
in het enthousiasme. En dan ook even de zorgen dat ze dat ook thuis krijgen. En als ze het niet kunnen betalen, zou ik zeggen, neem een prentje. Als ze iets meer hebben, een zeefdrukje. En als ze nog iets meer hebben, een mooi olieverfschilderij. En als ze het niet kunnen betalen, dan doen ze zelf een voorstel. En dat is tientallen malen voorgekomen. Ik had heel veel mensen die betaalden een tientje in de maand. Ja. Of nou, leg huren. Mij eens uit, waarom is kunst zo belangrijk? Ja. Wat voegt kunst? Want ik heb het zelf toch wel een beetje het gevoel dat het heel veel om geld gaat. Dat het een hele wereld geworden is van zaken doen. Ja. Van rijke mensen vooral. Waarom is kunst in het leven van mensen zo belangrijk? Ja. Nou, misschien mag ik zelf over dat topsegment. Daar ben ik niet tevreden over. Ik hou wel eens een keer een lezing en dan zeg ik, er gebeuren dingen in het topsegment die helemaal niet leuk zijn. Dat gaat om commercie. Er om zijn oliesheiks die kopen een schilderij van een paar honderd miljoen euro en die hangen dat in een safe. En die ziet nooit meer iemand. Als belegging. Ik ben met heel eenvoudige dingen bezig geweest. En je mag, laten we zeggen, mijn gevoel voor kunst, mijn liefde voor kunst, mag je vergelijken met alle andere vormen van kunst. Met schrijven, met muziek. En ik zeg altijd, als iemand zich kan permitteren of misschien ontdekt dat er iets moois is. Als je iets moois in huis hebt, en dat kan inderdaad een mooi stuk muziek zijn of een mooi boek. Het kan je leven verrijken. Als je verdrietig bent, dan kun je de troost aan ontlenen. En als je blij bent, dan kun je er blijer van worden. Hm. Oké, okay. Over troost en verdriet. Jij bent een iemand die dus dat uit kunst haalt, verdriet. Je vertelde net dat je uit een katholiek gezin kwam. Ja. Heeft God nog iets daarmee te maken of heb je het geloof afgezworen? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag aan iemand die een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt op dat gebied. In ons gezin was er een God en was er een hemel. Ja. En dan was er een Maria van altijd durende bijstand. Ja. Waar mijn vader een enorm vertrouwen in had. En dan ga ik als jonge man, ik was 17, 18, dan ga ik van Nijverdal naar Utrecht om daar te studeren en de kosten te verdienen in die combinatie. Ik heb altijd overdag gewerkt en 's avonds gestudeerd, een jaar of 10, 12. En dan kom je met andere mensen in aanraking. En dan zie je ook op een gegeven moment een ontwikkeling in het instituut van de Katholieke Kerk, waar ik heel erg verdrietig over werd. Mm-hmm. Ik hoef daar eigenlijk niks over te vertellen. Nee, hoef je niet uit te leggen, dat weten we allemaal. Dus ik heb me nooit laten uitschrijven, maar het idee dat ik overtuigd was van het bestaan van God, dat heb ik verlaten. Je mag mij zien als een agnost, dus ik heb eigenlijk nog geen definitief afscheid genomen. Nee. En ik heb ook nog een enorme neiging om naar een kerk te gaan altijd. En ik vind het fantastisch om naar een ruimte te gaan waar veel mensen zitten die samen tot bezinning komen. En dan ben ik ook nog zeer ontvankelijk voor een hele mooie preek. En daar heb ik ook favorieten bij zelfs. Gerard Oostvogel, de man die helaas 2 jaar geleden is overleden. Dat was een Dominicaan. Daar ging ik speciaal voor naar de kerk. Ja. En die zei op een gegeven moment, mensen, als er een aparte God is voor de katholieken, voor de protestanten, voor de gereformeerden, voor de islam, dan bestaat hij niet. Er kan maar één God zijn. Ja. Dat sprak mij zeer aan. Ja. En dat gevoel voor kunst, wat natuurlijk ook wel raakt aan religieuze gevoelens, dat iets wat je raakt, is dat iets wat je ook daarmee in verband brengt? Ja, dat speelt wel op de achtergrond. Want als je praat over de schoonheid der dingen, mm-hmm. dan kan het niet anders of er moeten ook elementen in het spel zijn die ik niet begrijp. En dan kom ik dus op dat mysterie dat stuk, wat ik zelf niet begrijp. Nee. En ik zou willen dat ik daar stappen in zou kunnen zetten. En dat probeer ik ook wel, maar ik ben er nog niet. Nee. En kun je ook misschien de vrede mee hebben dat er dingen zijn die je niet begrijpt? Ja, dat denk ik wel. Ik ben iemand die, het glas is nog half vol bij mij. Dat zie je wel. Dat heb ik dus met andere zaken ook allemaal. Ja. Als ik de laatste adem uitblaas, dan hoop ik dat ik als een tevreden mens sterf. Maar ik zou het niet weten. Want op dat punt zou mij nog iets kunnen invallen. Want ik zeg, nou, daar moet ik toch anders tegenaan kijken. Maar je weet het nooit. Nee, nee. En ik wil me daar ook geen zorgen over maken nu. Nee, nee.
Jij bent op een gegeven moment, had je dat atelier en ben je begonnen met kunst weg te geven aan instellingen. Hier in de gemeente hangen overal schilderijen van, ja, van jouw atelier. Dat verzamelen, wanneer hield dat op? Dat je het per se wou hebben? Ja, dat is natuurlijk zo'n punt. Ik werd op mijn 60ste kreeg ik een ernstige ziekte waarvan ik niet zeker wist of ik het zou overleven. En vanaf die dag ben ik toch iets anders in het leven gaan staan. Ik heb namelijk altijd gedacht, als je iets moois hebt, dan moet je het zelf hebben om te kunnen genieten. Mm-hmm. En daar ben ik getroffen door voortschrijdend inzicht, namelijk dat het helemaal niet nodig is. En dat het geweldig is dat hele mooie dingen in een museum hangen. Ja, of bij mensen. Thuis of bij instellingen. En toen wij gingen verhuizen van een groot huis naar een kleiner huis, 3 jaar geleden, had ik nog 800 schilderijen of iets van die omvang. En toen dacht ik, we gaan een stichting oprichten, te besturen door mijn kinderen. En die mogen het allemaal weggeven aan goede doelen en instellingen als wij er niet meer zijn. En toen zei mijn zoon, dat is een heel slecht idee. Wat is er leuker om dat zelf te doen? Ja, voor je geven met een warme hand, zeggen ze dan. Ja. Dus mijn vrouw en ik die vonden dat eigenlijk ook wel een briljant idee. En sindsdien zijn we tot op de dag van vandaag bezig om mooie projecten te zoeken. Mensen kunnen altijd nog een aanvraag indienen bij ons. En we hebben intussen 15 instellingen blij kunnen maken met hele collecties. Ja, ja. Het enige is, ze moeten aan een paar voorwaarden voldoen. Het moet publiek toegankelijk zijn en nog een paar dingetjes. En wij zoeken de collectie zelf uit. En proberen we uit te zoeken zodanig dat het past in de instelling waar het komt. En we hebben pas nog in Rijssen een schitterend nieuw gebouw ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat is een feest om daar te lopen voor die mensen en ook voor ons als we het pand verlaten. Ik kan me voorstellen. Ja. Hey, en is er dan wel eens een kunstwerk waar je met pijn in het hart... Wat zou het laatste kunstwerk zijn wat je weg zou geven? Ja, wat zo leuk is, eerst dacht ik, als ik een mooi stuk had gekocht en wij kochten alles, dat gaat niet meer de deur uit. En dan heb ik dus mensen die komen in die galerie en die zeggen, bij binnenkomst, dat moet ik hebben, omdat ik het zo mooi vind. En dan ga ik natuurlijk onmiddellijk overstag, want ik gun die mensen die kunst. Maar ik heb 2 schilderijen. Mijn eerste schilderijen heb ik een kleintje in Parijs gekocht, toen ik 18 was. En het tweede schilderij heb ik net verteld in Slot Zeist. Die boom, die gaat ook niet weg. Nee. Die moet in de familie blijven. Nee, ik snap het. En als je nou naar je leven kijkt, kunstkenner, aan het schrijven, een mooi gezin. Waar gaat het dan eigenlijk om in het leven? Ik vind dat een hele lastige vraag, maar laat ik het zo zeggen. Ik begin met te zeggen dat ik blij ben dat ik er ben. Mm-hmm. En als je er dan bent, dan vind ik dat je in het leven, het klinkt een beetje zakelijk, maar een toegevoegde waarde moet hebben. En die toegevoegde waarde, die heb ik proberen te investeren vooral in mijn gezin. Dat is mijn alles. En als ik nog energie over had in mijn leven, en dat heb ik veel gedaan, dan heb ik ook anderen proberen te helpen. Ik heb veel bestuursfuncties gehad in allerlei takken, gezondheidszorg, sport en weet ik wat allemaal. Vond ik nuttig en nodig. En dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik vroeg verantwoordelijkheid voelde als jongetje. En dat zet zich door in het latere leven. En daar heb ik natuurlijk veel van geleerd. Ja. Is dat nou dat je bent dan een zondagskind, noem je jezelf? Ja. En nooit iets gehad dat je denkt, nou weet ik het niet meer? Nee. Nee? Nee, dat is, je ziet mensen ook in mijn vriendenkring die depressies hebben, die hele moeilijke periodes hebben. En ik moet eerlijk zeggen, hoezeer ik ook nadenk, ik heb geen echt dieptepunt in mijn leven gehad. En dat komt ook omdat mijn omgeving, dat zijn mijn vrouw en mijn kinderen, me enorm gesteund hebben altijd. Ja, en dus ook geluk hebben gewoon. Mm-hmm. Dat heb je niet zelf in de hand. Want ik zou het zou me morgen kunnen overkomen dat ik denk, hoe moet het allemaal? Maar tot op heden, godzijdank niet. Nee, dan zeg je toch God. Hey, ik zie daar, je hebt een mooi kunstwerkje meegenomen. Leg eens uit waarom je dit meegenomen hebt. Nou, als het in beeld komt, dan spreekt het bijna voor zichzelf. Het beeldje, dat heet invitatie. En daar zit iemand op een bankje
die eigenlijk zegt tegen iemand, ik heb nog heel veel ruimte, kom erbij zitten. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je aan het wandelen bent en dat je zegt, kom maar, dat je een praatje met die persoon gaat maken. Bijvoorbeeld, ja. Dat is mij ook overkomen in mijn werkelijke leven. Het bankje op het Dunaanplein, daar is iemand naast mij gaan zitten. Daar heb ik de mooiste dingen meegemaakt later. Dat heeft geleid tot een enorme correspondentie, tot in het hospice toe met die man. Ja, ja. Mooi. Mooi. Gerard, we zijn eigenlijk al, de tijd vliegt, ja. We zijn al aan het eind. Heb ik nog iets laten liggen waar we het nog over zouden hebben met elkaar? Nou, er zijn nog zoveel dingen waar ik het over zou willen hebben, maar de tijd is er niet. Je bent zo'n veelzijdig mens en je hebt zo'n rijk leven. En het mooie is, in dit boekje, dat gaat over die politiek, daar ben je bij betrokken. Ja. Daar zit ook iets van, mensen, doe er eens wat aan. Maar dit boek gaat ook over een heleboel andere dingen, want jij beleeft, je hebt zo'n bijzonder leven, je kent ook zoveel mensen. Dat is, ja, ik denk, dat is toch wel uniek. Zou jij de uitzending af willen sluiten? Dan kijk ik toch even, ga ik weer naar dit boekje. En daar heb ik iets over gezien. Een gezamenlijke bewondering hebben we, denk ik, voor Dirk de Wachter. En daar is een boekje van verschenen, Vertroostingen. En daar schrijf je dan ook weer zo leuk over. Ja. Ik ga aan jou vragen om de uitzending af te ronden. Ja, ik zal het kort houden. Ik heb een enorme bewondering voor Dirk de Wachter, Belg. Psychiater, psychotherapeut. Die man heeft zoveel mensen uit de penarie geholpen. En dan is hij in Parijs, mijn lievelingsstad. En dan wordt hij overvallen door een ernstige ziekte. Kanker. En dan moet hij zichzelf troosten. En dan ligt hij in een ziekenhuis. Na de operatie heeft hij een zeer doorwaakte nacht. En dan komt er op een gegeven moment een werkster aan zijn bed. Uit Tibet. Moeilijke conversatie, maar die vraagt dus, hoe gaat het met u? En daarmee is alles gezegd, hij zegt, want de nabijheid van de ander is mijn troost op dit moment. Terwijl hij altijd mensen moest troosten, was dat voor hem een geschenk, ik zou haar zeggen, uit de hemel. Ja, dat vond ik schitterend. Dankjewel. Fijn dat ik hier mocht zijn. Fijn dat je er was. Ja.